mensen, top dat jullie weer kijken en welkom bij Nutteloze Experimenten, deel 16. En vandaag hebben wij op jullie verzoek de koelvloeistof van deze auto vervangen met benzine. Hey. Oh nee, toch zeker? Laten we het testen. Oké. Okay. Oh nee, toch niet. We moeten nog eventjes een beetje meer benzine toevoegen. We hebben hem wel getankt bij het tankstation. Maar er zit lucht in. Ja, dat is nu al aan het koken. Dat is nu al aan het dampen. Dat komt nu al echt al op. Ja, natuurlijk. Dat motorblok is warm. Dus die benzine gaat als een malle verdampen daar. Oké. We hebben ook brandblussers bij. Hè? Kijk maar. Ik bedoel, dat voor even een kijkje achter de schermen. En ook gewoon zeg maar daar eentje. En voorin ook één. Dus we kunnen daar met z'n allen die auto weer blussen als het nodig is. Oh ja, nog een veiligheidsdingetje. We hebben de motorkap eraf gehaald. Maar dat is dat die benzine dan dadelijk niet hieronder blijft hangen. En dan in één keer een hele grote brand krijgt die we niet kunnen blussen. Omdat er een motorkap in de weg zit. Dus. Oké. Ik ga op een afstandje staan. Misschien vliegt jou wel in de fik. Hij kunt het toch wel hoor. Je kunt de kap overheen zetten ook, hè? Ja. Nou, volgens mij moeten we al gewoon een beetje bijvullen. Ah, hij bloemelt wel. Het is wel een soort van paradox, hè? Normaal zou je benzine gebruiken om iets te verwarmen, maar we gaan het gebruiken om iets te koelen. Ik hoop dat het werkt, anders is het zonde van de benzine. We kunnen dadelijk niet meer in een tank gieten. Oh, ja. Kijk. Nou weet je dat het goed zit. Ja hoor, alles onder de benzine en hier ook. Oh jee, nou hij zit zo en zo vol. Ik trek hem gewoon sneller af. Hop, oh jee. Over de uitlaat. Nou ja, goed. Er zit in ieder geval genoeg in. Dat weten we wel. Zo, daar gaat hij dan. Er zit in ieder geval genoeg benzine in. In de tank dan bedoel ik, hè? Goed verwarming, hè? Oh, die heb je al aanstaan. Ik heb hem al volle bak aanstaan. Zullen we hem even... Oh, ja hoor. Ja, er komt de warmte uit. Wacht, we zetten hem even op de voetjes. Ja. Nou, de verwarming doet het goed hoor. Ik zet voor deze gevaarlijke test even de lampjes aan hoor. Ja, dat is goed. Het kan, begint nou echt te stinken. Moeten we even kijken? Laten buiten? we even gaan kijken. Laten we even kijken wat er buiten gebeurt. Want we hebben genoeg zand om te plussen. Oh ja, oh nee. Oh, kijk eens aan. Wat is hier aan de hand? Nou, ik denk dat we meer moeten rijden. Ja, nee ja, dit gaat er gewoon uit. Het begint gewoon te koken. Kijk maar, kijk, er komen belletjes aan. Het is gewoon aan het koken. Ik wou net zeggen, als je nou die dopplaat draait, dan spuit al die benzine eruit over het motorblok. Ja, warme motorblok is het nog niet, want hij is nog lang niet warm. Ja, maar het was fijn op temperatuur wel hoor. Oké, we rijden gewoon verder. We doen niks, we laten het zo, we gaan rijden. Nou, we zijn nog niet zoveel benzine kwijt hoor. Kijk maar. Of zou dat zo niet werken nou? Ja, wel, dat zie je toch. Maar nee, ja. De andere wijzertje is nu voor de benzine. Oh ja, die andere is voor de benzine. Ja, we kunnen lekker doorrijden tot op de bocht, toch? Ja, dat ook. Dat ook. Wat zou je ondertussen doen? Ik hoor een sis. Moeten we kijken? Ik hoor nog geen... Hij is echt wel aan het koken nou hoor. Ik hoor nog geen... Oh, de vlim! Huh? De ventilator is aan. Hij heeft het warm gekregen. Nou, volgens de temperatuurmeter toch niet hoor. Ja. Oké, laten we maar verder rijden dan. Ja, dat is inderdaad een trucje om vast te stellen dat je koelvloeistof echt onder niveau gaat. Dat is dat de kachel het op een gegeven moment niet meer gaat doen. Ja, ik vind dit wel een beetje een hobbelweggetje hoor. Zo. Zou het er nog iets in zitten? Vraag ik me af. Of zou het gewoon leeg zijn? Ja, de temperatuurmeter die meet wel wat, dus dan is hij toch gewoon vol. Ja, ik weet het niet. Nou, zeg het maar. We gaan even kijken, als er niks meer uitkomt. Ja, dan. Dan zit er ook niks meer in. Dat was ook de regel bij de Speedway altijd. Zolang de auto aan het stomen is, dan kan je doorrijden. Ja. Oh, ja, nou, hij stoomt nog dus. Waar blaast hij die dan nou langs af, joh?
Ik geef niet in de wind staan trouwens. Nee, dit is serieus best gevaarlijk. Ja, die damp, dat is natuurlijk gewoon verdampende benzine. Dus ja, als daar een fik vliegt, dat is niet goed als je daarmee gezicht in staat. Ik ga even tegen de wind in staan, zeg maar. Zo. Ja, ik voel me nou ook niet direct geroepen om die zopper af te draaien. Ja, ik vind eigenlijk wel dat jij daarvoor geroepen bent. Oké, we doen het. Pas op, hè. Ja, kijk maar. Gebeurt er wat? Ja, hij duikt alles eruit. Kijk maar. Oh ja, hij lekt. Hij kookt ook. Hij kookt al, hè. Ja, ja, benzine is dus niet zo geschikt als koolvloeistof. Maar waarom is dat nou niet geschikt? Maar ja, om dat te begrijpen is het wel handig hoe het koelsysteem van een auto eigenlijk werkt. Kijk, een motorblok die bouwt warmte op als die loopt. En die warmte die moet je eigenlijk kwijt zien te raken. Want als zo'n motor te warm wordt, ja, dan kan die dus kapot gaan. Nou ja, hoe werkt dat dan? Kijk, die motor, daar zitten allemaal koelkanalen doorheen. En daar loopt koelvloeistof doorheen. En die koelvloeistof, die neemt eigenlijk de warmte op van het motorblok. Nou, er zit er een waterpomp op. En die pompt die koelvloeistof samen met die warmte naar de radiateur. Ja, en hoe ziet de radiateur er nou uit? Dit is er eentje. Kijk, dat water gaat er aan de ene kant in en dat komt er aan de andere kant weer uit, hier zo. Er zitten hier allemaal buisjes doorheen en de wind blaast dus eigenlijk door langs al die buisjes en koelt zo dat water af wat door die buisjes heen loopt. Ja, ja, die warmte die wordt dus eigenlijk door die wind afgevoerd. Dus die warmte wordt afgestaan aan de buitenlucht. Nou ja, nou is het niet helemaal waar dat een motor al zijn warmte kwijt moet zien te raken. Want zoals jullie allemaal weten, een motor moet ook een beetje warm lopen. Als je net een koude motor hebt gestart, is het belangrijk dat je even opwarmt. Ja, en dat is bijvoorbeeld belangrijk voor de olie. Want olie die heeft zijn smerende eigenschappen. Ja, die zijn eigenlijk het beste bij bedrijfstemperatuur. En ja, dat is bij een motor geloof ik 90 graden. Zoiets hè? Ja. En ja. Als hij dus al zijn warmte af zou geven via de radiateur, dan haalt hij die temperatuur niet. Nou, daarom zit er een thermostaat in. En hier heb ik een thermostaat. De thermostaat is eigenlijk niks anders dan een klepje. En die zit gewoon in het koelwaterkanaal naar de radiateur. Nou, dat klepje is dus dicht als de motor koud is. Dus dan gaat de koelvloeistof niet door de radiateur, dus dan koelt hij ook niet af. Pas als die motor echt op temperatuur is. Dan gaat het klepje open en dan gaat de vloeistof door de radiateur en dan begint hij pas te koelen. Nou, als je dan eigenlijk weer te veel afkoelt, dan gaat het klepje weer dicht. En dan staat hij dus weer geen warmte af. Dus zo wordt eigenlijk constant die temperatuur eigenlijk gehandhaafd. Ja. Maar ja, dit is allemaal een leuk verhaal. Maar waarom werkt het dan niet met benzine? Ik bedoel, ja, dat is toch ook een soort water? Het is een beetje vloeibaar. Ja, precies. Ja, benzine is gewoon een vloeistof. Benzine kan warmte opnemen, kan ook weer warmte afstaan. Dus het zou geschikt zijn als een soort van koelvloeistof. Alleen het probleem zit er eigenlijk in dat die thermostaat, ja, die gaat dus pas open bij 90, 95 graden. Een beetje afhankelijk van het type en ook welke motor je hebt natuurlijk. Alleen het kookpunt van benzine ligt lager. Ja, dat ligt ergens rond de 85 graden geloof ik. Dan is alle benzine verdampt. Dus ja, die thermostaat die gaat gewoon niet open. Dus die circulatie, hè, dat rondpompen van die koelvloeistof, die benzine dan in dit geval, door de radiateur, ja, die komt helemaal niet op gang. Dat blijft gewoon zo. Hij gaat gewoon koken. Aha. Hij circuleert niet, dus hij koelt eigenlijk niet af. En voordat hij eigenlijk voor het systeem eigenlijk op gang komt, ja, dan is al je benzine al verdampt. Dus ja. Maar als ik het dus goed begrijp, als ik de thermostaat weghaal, dan is het kanaal dus open en dan kan het dus wel. Ja, dan zou het wel kunnen werken, ja. Dan gaat hij inderdaad wel warmte af, opnemen en afgeven. Dus, maar ja, dan moet je niet te veel gas geven, want ja, hij is natuurlijk zo op temperatuur, die motor. Ook als jij een beetje sportief gaat rijden, ja, dan is het zo bekeken natuurlijk. Dus. Oké. Okay. Ja, ja, het is niet echt ideaal als koelmiddel. Nee, het is wel goedkoper, maar... Ja, het is goedkoper dan koelvloeistof. Ik denk dat je toch beter die koelvloeistof kan gebruiken. Maar niet goedkoper dan water. Nee, water is de beste oplossing. Zo, als we nou eens op water konden rijden, hè? Als dat zou eens goed zijn. Nee, we kunnen het eens proberen, hè? Ja, precies, dat hebben we al geprobeerd. Op het water, kunnen op het water gaan rijden. Wat een klets, joh. Hey mensen, ik zou zeggen, als jij nou nog een ander experiment hebt voor ons, zet het even onder in de comments. En ook niet vergeten te abonneren, want dan blijf je op de hoogte, hè? Dus ik zou zeggen, bedankt voor het kijken en tot de volgende.